Roos van Maren, de schoonheidsspecialiste, een van de schoonheidsspecialisten van Dit is Flevoland, heeft ons vandaag verblijd met een bezoek. Ik weet niet of we achteraf ook nog blij moeten zijn, want we gaan detoxen. En dan zie ik altijd van die dingen voor me. Als, ja, dan moet je hele lichaam moet dan weer gereinigd worden. En dan moet je een dingetje nemen, dan ga je naar de wc en dan ziet het er allemaal zo ranzig uit. Of heb ik het dan verkeerd? Kan het ook anders? Ja, je zegt dat woord moeten, maar het moet niet natuurlijk. Nee, dat snap ik. Is het überhaupt wel goed voor je en nodig om je lichaam te reinigen? In sommige gevallen wel. Weet je, ik heb natuurlijk wel dat ik zeg van detoxen en in verband met de huid. En want dat is natuurlijk heel erg belangrijk. En als op een gegeven moment je lever en je nieren overbelast zijn door verkeerd eten bijvoorbeeld, of verkeerd drinken, of überhaupt door verkeerde lifestyle, ja, dan is het soms wel eens heel erg handig om het wel te gaan doen. En ik denk als iemand heel veel acne heeft bijvoorbeeld, kijk, acne en rosacea, zo'n dieper gelegen bloedvatafwijking of couperose, of soms ook donkere kringen onder de ogen, pukkeltjes, noem het maar op, een vale huid, dat zijn vaak tekenen dat je huid, ja, je lichaam een beetje vervuild is. Oh. En 80% van ongeveer 85% komt uit voort dat je niet goed eet. Oh. Dat je darmen overbelast zijn, want daar komt het uiteindelijk natuurlijk wel vandaan. Oh. Vandaar dat je zegt van nou, ga een keer detoxen. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet heel erg rigoureus te zijn. Kijk, er zijn mensen die ineens overstappen op allemaal sapjes en groenten en noem het maar op. Maar Ja. We kunnen ook het voorzichtig aandoen en het een beetje rustig aandoen. Met tabletten? Nou, niet alleen met tabletten. Dan zou je ook wel een beetje moeten kijken van, ja, hoe komt dat je huid verouderd? Dat is vaak natuurlijk dat je dat heeft gerelateerd aan de voeding die je neemt. Mm-hmm. En als je natuurlijk heel geraffineerd voeding neemt en heel veel dingen, ja, bakt, zeg maar, dan komen er bepaalde stoffen vrij en die zorgen dan weer voor veroudering in je huid. Mm. Ja, ja. En wat zit er dan bijvoorbeeld? Maar je hebt voor niks die tabletjes meegenomen. Die hebben voor jullie meegenomen. Of voor ons ook? Ja, jullie mogen ze hebben voor mij. Dus wat lief. Mooie, tenminste mooie. Haalbaar tot 21 november 2017. Nou, wat lief zeg. Niet waar. Nee, grapje. Ik geloofde het wel natuurlijk. Maar in principe zitten hier wat heel veel antioxidanten in. Dus ja, het werkt dan inderdaad. En vitamines zitten erin. Er zit een OPC in. Dus een soort druiven is ook een antioxidant. Een rare druif eigenlijk. Een rare druif. Nou, dan komt het heel goed bij jou terecht, denk ik. Ja. Maar in principe kan je dus zeggen, nou, dat ga ik doen. En zorg ook eens voor dat, want de meeste afvalstoffen, en we noemen dan eetjes, AGE, dat zijn afvalstoffen van eiwitten en zetmelen, die zorgen voor ontstekingen in je huid. Die zorgen voor glycatie, dus ook voor suikering in je huid. En dus, het meeste zit daar bijvoorbeeld van in bacon. Bijvoorbeeld, mensen, het Engelse ontbijt. Wij doen dat gelukkig niet, hè? Wij doen dat tenminste niet. Nee, we zijn bezig met die sugar challenge. Dus we mogen niks, geen suikers en koolhydraten en snelle vetten. Nou, dan help ik zeker erbij. En we moeten heel veel eiwitten nemen. Ja, heel veel eiwitten. Maar je zegt net, die eiwitten die zorgen hier weer voor ontstekingen. Nou, de afvalproducten daarvan. Oh, oké. Okay. Afvalproducten daarvan. En hoe kom je dan aan die afvalproducten van die eiwitten? Lichaam. Omdat ja, je lichaam dat niet voldoende afvoert dan of zo? Nee, en het is natuurlijk ook niet zo. Als jij maar opstapelt, dus als je maar in principe natuurlijk elke keer maar weer en nooit is detoxed, dan stapelt je lichaam dat op. Ja. Okay. En dan kan die op een gegeven moment het helemaal nergens meer kwijt. En dan gaat hij een uitwerking. Kijk, de huid is ook de nieren sowieso, de lever. Maar ook je huid is het grootste uitscheidingsorgaan van je lichaam. Dus dan zie je vaak terug dat mensen zeggen, oh, wat zie je er bleek uit, wat zie je er faal uit. Last van pukkeltjes, nog meer. Maar ook aan dat soort dingen. Oké, maar dus stel wij gaan aan deze pilletjes beginnen. De Ultra Detox Plus. Ja. Dat zijn 60 tabletten. Er staat hier op neem 1 tot 2 tabletten per dag. Heb je 2 maanden. Ja. Wat gebeurt er dan? Merk je er wat van? Dat kan wel. Kijk, het is niet zomaar, en dat zeg ik natuurlijk ook vaak met gezichtsbehandeling, het is niet alleen maar dat. Maar als je nu al bezig bent om natuurlijk minder koolhydraten te nemen, meer eiwitten, suiker is natuurlijk helemaal en altijd een boosdoener. Ja. Melkproducten wil ook als op de huid dat het goed gaat. Mm-hmm. Dan helpt dit er gewoon bij. Het is een en-en verhaal. Okay. Dus en je voeding, en je gezonde lifestyle, en eventueel aangevuld met voedingssupplementen. Het is niet alleen maar van, nou heb ik die pillen en dan kan ik hem maar op losleven. Dus het is niet dat je gewoon lekker naar de snackbar kan gaan elke dag, want je neemt zo'n pilletje. Ja, dat is een hulpje.
Het zijn allemaal hulpmiddelen. Kijk, en de een is natuurlijk heel streng. En die zegt van, nou, ik ga het echt helemaal goed doen. En ik doe het alleen op groentesappen. Mm-hmm. Kijk, maar stel dat je 's morgens inderdaad deze capsules of pillen pakt. En je maakt ook nog eens een lekkere smoothie. Ja. Dat is al beter. Dan dat je inderdaad die 2 bitter boterhammen met een eieren pakt. Maar even, wat ik vind altijd op die verpakkingen van die potjes, daar bijna altijd neem 1 tot 2 tabletten per dag. Maar wanneer neem je er 1 en wanneer moet je er dan 2 nemen? Nou, ik denk dat je moet beginnen met 1. Oh. En dat gewoon 's morgens bij het ontbijt met water. Morgens met het ontbijt en met water. Denk van nou ja, met water. Mm-hmm. En dat en als mensen heel erg de kijk, jij hebt niet dat je zegt van je hebt pukkels, je huid ziet er vaal uit of je hebt echt tekenen van dat je lichaam overbelast is, dan pak je er gewoon 1. Oh, verbazingwekkend. En Arnoud, 2 dan? Ja, Arnoud mag. Ik neem gelijk het hele potje. Nee, kijk uit. Kijken tot wanneer ze goed zijn, hè? Tenminste, nee, maar geloof ik. Als je jezelf niet lekker voelt, dat je denkt van, weet je, nou, pak er eens. En pak eens een vitamine C erbij, bijvoorbeeld. Ja. En een D in dit geval. Ja. Ik bedoel, ik liep net wel buiten mijn mondjes en dacht ik, oh, het is maar 3 graden, maar het is in het zonnetje wel weer heerlijk, heel erg heerlijk. Ja, ja. Maar probeer zoveel mogelijk. En je hebt ook van die detox poedertjes. Hè? Dat doe je dan oplossen in water. En dan slik je dan. En mm-hmm. een beetje vies smaakje zit er dan aan. Ja. En dan gaat dat allemaal, dan spoelt dat. Is dat meer een darmreiniging, is dat, denk ik? Hè? Ja, je hebt ze in pillen en capsules en poeders. Ja. En dit is deze vitamine of deze subs die komen van een ortomoleculaire lijn af. Zeg maar. Mm-hmm. Dus dat wordt het ook beter door je darmen opgenomen en beter door je lichaam opgenomen. Nou. Als dat je alles maar hebt waar zo'n capsuletje omheen zit, want het is makkelijk slikken en dat is met dit geval niet zo. Wanneer gaan we er iets van merken als we dit gaan gebruiken vanaf morgenochtend, samen met onze Sugar Challenge? Meestal met supplementen mag je wel eens een maand of 1 of 2, zeker. Want het ligt aan hoe zeer jouw lichaam verzuurd is. Oké. Okay. Ja. Ja, het klinkt zo smerig. Ja, dat klinkt heel smerig, maar het is inderdaad een hulpmiddel. Ja. Nou, we gaan het gewoon proberen, Vini Arnoud. Ja. Zit geen suiker in, want anders mogen we het niet. Nee. Maar Loes, dankjewel. Tot de volgende keer. En laten we met z'n allen gaan detoxen.